dit haar. Niet geknipt. Coronatijd. In deze tijd van het opleven van het coronavirus durf ik gewoon niet naar de kapper. Daar staan ze toch gewoon te knippen om je heen en met je te kletsen en in de spiegel te kijken. En afstand houden is er natuurlijk niet bij. En moet ik dan met een mondkapje op gaan zitten? Kan dat dan? Willen zij dat doen? Nou, het is niet verplicht, dus ik heb het gevoel dat ze daar niet zo aan willen. En wat ook natuurlijk meespeelt, is dat die kapsters over het algemeen jonge vrouwen zijn. Ja, dan heb ik zoiets van jonge mensen. Ik blijf toch een beetje op een afstand. In deze tijd. Want je hoort natuurlijk van al die feesten, van al die gasten. En dat ze lekker zich vermaken en zich natuurlijk helemaal niet aan al die regeltjes houden. Daar kan ik me ook wel iets mee voorstellen hoor. Maar voor mezelf is het toch een beetje uitkijken. Dus dat doe ik ook. Ja, dan is het vervelende dat dat haar een beetje in de wind toch wel uit elkaar waait. Want dat is nou eenmaal de aard van dat haar. En het wordt hier lang in mijn nek. Kijk zo naar matje. Dat vind ik helemaal niet mooi, maar oké. Ik wacht het gewoon nog even af. Ik ga elke week, zeg maar 3 keer, naar de sportschool. Dan heb ik natuurlijk gehoord, weer natuurlijk over het virus, dat het ook in de lucht kan zweven en dat jij er ook door besmet kan raken. Dus doe ik krachttraining met een mondkapje voor. Ik moet zeggen, in deze warmte is dat niet altijd even prettig, maar ik doe het wel. Maries de Hond heb ik helemaal doorgevlooid en heb al die stukken van hem gelezen. En ik denk, die ventilatie, weet je wat, ik neem geen risico. Dit was een korte vandaag. Ik spreek jullie later.